Regent het nu? Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games. En vandaag ben ik hier nog eens een keertje met Survival. Ik ben hier vandaag weer een keertje helemaal alleen, want ik heb hier eigenlijk vandaag redelijk veel aan jullie te laten zien. Ik wil namelijk in deze video redelijk wat dingetjes gaan doen. Ik heb ook wat in mijn vrije tijd nog gespeeld, als ik toch een beetje vrije tijd had gevonden. En ik heb fantastische dingen klaarstaan voor deze video die ik zeker en vast wil gaan doen. Nu, het eerste, het is aan het regenen, dus ik ga even slapen. Goedemorgen! En ik hoor een regengeluid, maar het regen is gedaan, hè? Oké, daar is hem. Ja, kijk eens aan. Maar ik wil jullie namelijk een paar veranderingen laten zien. En het heeft te maken met verschillende dingen. En eigenlijk het eerste wat ik jullie wil laten zien is... Ik heb een beetje geklommeld met wat redstone. Ik vond de trap heel vervelend om telkens naar onder en naar boven te gaan. En ik weet, er gaan heel veel mensen gaan zeggen... Jens, dit is op het moment jouw huis. Waarom bouw je het zoiets als dit? Dit gaat niet lang... Ja, niet lang. Dit gaat nog eventjes mijn huis zijn. Maar binnenkort niet meer. Want ik ben eigenlijk van plan om dit gewoon volledig als mijn mijn te gaan gebruiken. En de bedoeling is dat je hier ook op gaat staan. Je gaat hier. Er komt dus een mijnkar. En je vertrekt volledig naar onder. Oh, een beetje glitch, joh. En dan kom je onderaan. En dan stopt jouw mijnkar. Oh, hier stond nog eentje geparkeerd. Dat hoort dus nu niet meer te gebeuren. Dus dus dat systeem heb ik eventjes vlug gemaakt. Maar hieronder wil ik ook zo'n soortgelijk systeem gaan maken. En daarvoor heb ik eigenlijk cactussen nodig. Dus dat wil ik gaan verbeteren. Plus, het naar boven gaan gaat nog niet zo heel vloeiend. Dus dat wil ik ook verbeteren. Dan wil ik een village gaan zoeken. En ja, ik moet erbij zeggen, ik heb een village gevonden. Maar ik heb deze nog niet gereed. Of ja, ik heb daar nog niks van gaan halen. Ik heb er nog geen producten van gehaald. Ik heb normaal gezien wel de coördinaten ergens op een papier geschreven. Die hier ergens moet liggen. Oh ja, hier heb ik letterlijk op een papiertje geschreven waar die coördinaten zijn. Dus dat wil ik ook doen. En ik wil ook een redstone vuilbak maken voor mijn spullen te laten opbranden. Dus daar heb ik lava voor nodig. Wauw, redstone, lava, een heel groot verschil. En hetgeen wat ik ook heb gedaan, of wat ik ook wil doen, is onze suikerrietfarm gaan upgraden. Dus, ja, of ja, gaan aanpassen. Dus dat is een heel hoop veranderingen. Plus, ik ben wat bezig geweest, 3 kwartier... Om eerlijk te zijn, heb ik overal uitgangbordjes gezet. Ik heb hier bijvoorbeeld als je naar het grot gaat. En eigenlijk moet ik daar al naartoe gaan, want ik heb lava nodig. Dus we gaan eventjes naar boven, zonder de trap. En hier ga je zien dat de snelheid soms, ja, stilvalt. Ja, ik ben niet heel goed geweest met het plaatsen van deze rails. Plus mijn goud was ook op aan het geraken, mijn goudvoorraad. En de vorige video zei ik van, ik heb toch totaal geen goud nodig. Jawel, dus blijkbaar wel. En hier wil ik eigenlijk een cactus gaan zetten, zodat die dispenser automatisch bijgevuld wordt. En dat systeem volledig gaat werken. Maar ik heb dus een emmer nodig. En daarvoor komen deze kisten handig. Ik heb barrels gemaakt. Ja, er is vrij veel gebeurd in de vorige week. Ik heb barrels gemaakt. Eentje met al mijn redstone en al mijn cobblestone. Ik heb er nog genoeg. En dan heb ik er ook natuurlijk nog een emmer. Of ja, nog een emmer, wat? Nog een kist gemaakt met allemaal items die je handig en makkelijk kunt gebruiken. Dus wat ik nu ga doen, is eventjes lava halen. Dus, hup, de kar komt. We kunnen erop gaan staan en we gaan naar onder. Wow! Ja, dat heb je soms als je op de server speelt. Laten we eens een keertje naar de grot gaan. En dan gaan jullie ook te zien krijgen dat ik echt... Oh, ik heb mijn stenen hoog nog bij. Dat je echt kunt zien dat ik heel veel heb gezet van bordjes. Want hier zie je ook de grot. En hier staat ook weer overal uitgang. Dus zodat ik sowieso weet waar ik naartoe moet gaan. En dat is gewoon extreem handig en extreem makkelijk. Ik heb dit trouwens ook wat aangepast. Trok op niks. En dan ben je in de grot. En dan heb ik hier echt overal waar je naartoe kan gaan bordjes geplaatst. Ja, het was wel best nodig. Ook al spannen er precies nog altijd... Ik heb mijn zwaard niet vast. Oh, dat was niet de bedoeling. Ah, kom op! Mijn bord is kapot. Tadaa, nieuw bordje. Maar ik... Oei, die is juist doodgegaan. Ah, kom op man. Waarom heb ik hier ergens geen fakkel staan of zo? Haha. Oké, ik heb hier... Waar komen die vandaan? Ah, daarboven. Ja, natuurlijk. Oh, ik ben slim geweest. De hele tijd hebben hier geen één monster gespawnd en nu natuurlijk wel. Hoe kan dat? Ah, dat los ik binnenkort wel op. Dus we gaan een keertje hier naartoe gaan en we gaan naar onze grot. Of ja, naar onze... Wat is dat eigenlijk? Mijn... Oh ja, ik heb lava nodig. Hoppa! En ook in een keer natuurlijk advancement mate. Misschien is het handig om nog wat lava mee te pakken. Je weet maar nooit. Kan altijd wel handig zijn. Want ik heb hier namelijk ook nog
is geüpdate. Ik heb er dus ook weer overal bordjes bij gezet. Daar zijn we nog niet naartoe geweest. En als we helemaal naar hier gaan, in dit grotstelsel, heb ik overal van deze bordjes gehangen met uitgang. Jawel, dit gaat vrij ver. Dit gaat echt tot overal waar we zijn geweest in de vorige video. Dit is heel handig dat ik dat bordje daar heb gezet. Ik vergeet altijd dat ik hier af moet slaan. Ja! Terug naar boven en hier vallen we weer stil. Ja, ik moet echt dit gaan aanpassen. Dit is echt rommelig. Oké, dus voor nu ga ik eventjes onze lava buckets wegsteken, want die hebben we namelijk niet meer nodig. En deze ga ik ook eventjes wegsteken, want wat ik eigenlijk wil gaan doen is het volgende. Ik wil namelijk naar de village gaan om daar te gaan kijken wat voor spullen ze daar hebben. Dus dat wil ik gaan doen. En, oh nee, wacht. Dat is waar. Ik wil eerst eventjes naar buiten gaan, want ik wil eventjes naar onze suikerrietfarm. Oh ja, trouwens, ik heb een hele hoop bomen weggehaald. Het is hier veel opener nu, want binnenkort wil ik hier ooit een huisje en farms daarachter gaan beginnen. Trouwens, ik heb ook opgevallen op internet dat je dit ook ietsjes anders kon maken. Maar maakt niet uit. Dus we hebben al 21 suikerriet. Kan heel goed van pas komen later voor als we papier willen gaan maken. Maar ik wil dit ding eigenlijk gaan afwerken. Ik wil daar vooral met hout overal rondom gaan werken. En ik heb natuurlijk ook een hele stapel glas nodig. Dus daarvoor heb ik natuurlijk een hele hoop zand nodig. Dus weet je wat, we gaan eventjes zand schuppen. Geen aarde, ik moet geen aarde hebben, ik moet zand hebben. Lekker zwemmen in het water. Oké, kijk eens een keertje, ik heb een hele hoop zand verzameld, dus dat ga ik laten omsmelten. En ik heb natuurlijk ook een hele hoop hout nodig. Waar is alle rest van mijn hout naartoe? Ik dacht dat ik veel meer hout had. Hoe kom ik bij zo weinig hout? Oh ja, trouwens, dat zie ik nu pas. Ik heb pompoenen gevonden. Tijdens het rondlopen in de vorige, ja, in mijn vrije tijd heb ik pompoenen gevonden. Letterlijk, als je hier mijn huis, grot, buiten gaat en dan een beetje naar rechts, dan in één keer heb ik pompoenen gevonden. Dus daar ben ik ook een heel klein farmpje daarachter mee begonnen. Dus dat vond ik ook wel fijn dat ik dat ook al direct had gevonden. Dus dat is ook wel heel handig. En ik heb ook boten gemaakt om mijn rondtrip tijdens het vrije tijd wat grappiger te laten zorgen. Grappiger te laten zorgen? Slaap, kindje, slaap, daarbuiten loopt een schaap. En ik ga eventjes kijken, we hebben al bijna genoeg aan glas. La la la. Oké, nou. Dat zijn er 32 en ik heb rond de 40. Ja, ik denk rond de 40 ongeveer. Dus ik moet nog wachten totdat deze klaar zijn. Ondertussen is het mooi weer dag. Dus dan kunnen we lekker verder eraan gaan werken. En dan hoop ik dat ik dat af heb. En dan wil ik zeker en vast die villages een keertje gaan bezoeken. Want ik vraag me echt af hoe als ik daar wortelen en weet ik veel nog wat kan vinden. Hopelijk patatjes, pataten, paters of weet ik veel nog wat. Oké, kijk eens aan. Ik heb 48 stukjes glas. Dat zou er meer als genoeg moeten zijn voor dat daar te kunnen gaan maken. Dus eventjes op mijn voorbeeldje kijken. Ik heb weer mijn eigen video openstaan. Dat is altijd handig, hè? Eigen video's hebben. Dus, ik moet dat zo groot maken. En ik denk dat ik tot zelfs eentje hoger moet gaan. Daar ben ik niet meer heel zeker van, eigenlijk. Oh ja, natuurlijk. Ik moet nog eentje hoger bouwen. Upsie. Maar ja, dan doe ik het maar aan deze kant. En dan bouwen we zo verder. Dus dan kunnen... Oh, willen jullie trouwens zelf ook weten hoe je dit maakt? Dan kan je dat altijd gaan bekijken via een video van mij. Ah oh, nee, dan moet je die boom wegdoen. Ik heb geen zin in. Je moet de natuur laten staan. Oké, dus dan kunnen we hier ons dakje opbouwen. En dan hebben we tenminste een mooi dak boven ons dinges. Boven ons dinges, ja. Heeft suikerriet eigenlijk licht nodig om te kunnen functioneren? Of hoe noem je dat? Ja, even botten breken. Als dat licht nodig heeft, dan ben ik een beetje de pineut, denk ik. Zou het niet leuk zijn als ik hier gewoon een deur inzet? Ja, dat kan ik misschien wel doen. En hier ga ik namelijk glas plaatsen. Dus heel wel van boven is dat heel makkelijk. Dit hoef je trouwens niet te doen. Vincent, ga eventjes weg. Dat hoef je namelijk niet te doen. Je kan het ook gewoon vervangen door echt vaste bouwblokken. Maar ik vind het altijd... Ik vind het altijd veel fijner om gewoon glas te hebben. Ook puur omdat je daar... Ja, je kan het doorzien. Je hebt licht dat je binnenkrijgt. Het is een pakje mooier, want je kan je eigen machine bewonderen. Dus ja, daarom dat ik eigenlijk heel graag ook glas erbij opzet. En ik ga ook de onderste regel. Onderste regel? Ja, kijk eens aan. Huppa, dat is ook klaar. Het enige wat er nog een nadeel bij is, dat is namelijk de achterkant. Nu, op zich zou ik die kunnen afwerken, zodat je de achterkant niet echt ziet. Maar ik weet niet als het echt nut heeft om dat te doen. Ik ga het gewoon zo laten. Ik denk dat het gewoon het beste is om dat zo te laten. En hier
ga ik gewoon een deurtje inzetten, zodat ik altijd binnen kan. Kijk eens aan. Zo kan ik altijd hier binnen in een machine dat echt continu draait of zo. Dus dan kan ik altijd binnen gaan, voor moest ik toch iets gaan aanpassen. Want misschien ga ik hier ook een cactusfarm een klein stukje van maken. Misschien, ik weet het nog niet. Zullen we wel zien. Maar, wat ik nu ga doen, is mijn spullen... Oh man, daar verschrok ik, joh. Kijk eens aan. Hoppa, dat is redelijk veel bijgekomen en niks gaat meer langs de zijkant. Cool. Dat ik echt op live actie meegemaakt. Maar, ik ga nu mijn spullen wegstoppen. Het is juist middag. Dus hetgeen wat ik nu wil doen, dat is het volgende. Dat is namelijk naar de village gaan. En een keertje gaan kijken... Oh, hey. En een keertje gaan kijken wat die village heeft. Dus daarvoor moet ik wel ten eerste mijn rommel wegsteken. Fakkels ga ik toch meenemen voor je weet maar nooit. Glas heb ik niet nodig, dus dat steek ik even hier. Eten heb ik sowieso nodig. Een boot misschien ook. Dit kan nu altijd eigenlijk meenemen, dus ik denk dat ik goed ben. En, oeh, wacht. Heb ik nog besjes? Heb ik nog besjes? Natuurlijk heb ik nog besjes. Wat dacht jij? Ik heb ook overal besjes die mij... Au, au, au. Niet, gelukkig niet te veel staken. Maar ik moet namelijk naar X213Z670. Ik weet dat het die richting uit is. Dus we gaan eventjes naar die richting moeten uitgaan. Normaal gezien kan ik er ook volledig te voet naartoe gaan. Dus normaal moet je dat ook halen. En in een village zijn ook vaak bedden om in te kunnen slapen. Dus ik hoop dat we daar ook te goed in kunnen gaan slapen. Moest het zijn dat ik te moe ben en donker wordt en ik schrik krijg. Dus waar ik nu naartoe loop, hier om de hoek, daar heb ik de pompoenen gevonden. En ik dacht, ik ga dat waarschijnlijk sowieso gaan vergeten. Dus ik ga gewoon die pompoenen direct gaan meenemen. Dus dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb de pompoenen meegenomen. Ik heb geen één pompoen meer laten staan. Puur voor de veiligheid. Ik was even de weg kwijt. 213. Oh, wacht, dan ben ik al bijna bij de X. Dus ik ben al bijna bij de X. Oh, kijk, nog meer besjes. Dat is wel handig. X213 en de Z670. Dus het is... Over het water. Ja, ik ben in de juiste X. Dus als ik hier blijf doorgaan in deze richting, dan zou ik bij de village moeten uitkomen. Ik zie nog nergens. Nergens. Zie je nog nergens? Nog 200 blokken te gaan. En dan hoop ik dat we zo dadelijk de village kunnen zien. En ik... Oeh, ik ben een beetje te veel naar die kant aan het gaan. Dus ik moet ietsjes meer terug naar hier. Zo, we komen in een keer al in een ander gebied, dus hier gaan sowieso varkens spawnen. Inderdaad, oeh, andere soort van tulpen. Oeh, en ik denk, ah ja, ik denk, als ik het goed herinner, dat achter deze berg, ik hoor allemaal geluiden, dat achter deze berg de village moet zijn. 670, dus ik ga hier eventjes eten. Ik heb een besje geplant. Slim. Oké, ik heb wat gegeten en dan zou hier achter deze berg de village moeten liggen. Achter die andere berg. Oeps. Ja, daar is hem. Kijk eens aan. En ik... En ik heb totaal nog niet in deze village gekeken. Dus ik... Oh ja, ik heb mijn huisadres toch. Oh ja, mijn huisadres. En ik ben totaal nog niet geweest hier in deze village. Dus ik weet niet wat er is. Dus we gaan gewoon binnen gaan in het eerste huisje. Ik ga heel cru zijn, hè. Maar ik ga dat bed meenemen. Als we met twee zijn, dan wil ik absoluut dat we nog een bed extra hebben. Dus dat bed neem ik sowieso al mee. Sorry, ik pik je bed. Ik heb eigenlijk niks om te tweeden, denk ik nu juist aan. Oh, dit is... Is dit niet een dingeshuis? Brouwstandaard. Yes. Zeker neem ik die mee. Een brouwstandaard. Zo handig. Dan moet ik eigenlijk... Oh, Katty. Kitty, 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 kitty. Dan moet ik al geen brouwstandaard meer maken. Dat is ook wel een heel handige. Maar ja, voor de brouw heb ik dat zo... Hallo, wat zijn jullie daar aan het doen? Oh, dit is een vrij leegstaand huis. Oh, cold ones. Daar ga ik sowieso eentje van meepakken. Dan hoef ik dat al niet meer te doen. Dus maar weet je wel waarom die twee... Er staan er toch nog... Hi, sorry. Ik kom eventjes pikken. Hi. Ik doe je niks. Hi. Goedendag, meneer. U heeft niet veel. Daar ben ik niks mee, hè. Leider... Ja, ik neem het mee. Niet dat ik het kan gebruiken. Te ziet. Oh, een composter. Dat wou ik... Oh, wacht. Begint het donker te worden. Mee opletten. Dan... Wacht, is het een... Is. Ik heb een bed. Is het nu niet de update dat je villagers uit een bed kunt jassen? Dat je ze gewoon kunt uithalen? Als ik nu die... Nee, ik ga de bel niet meenemen. Ik wil de bel meepakken. Een geel bed. Speciale keuze, maar oké. De farm ga ik zelf eens bekijken. Ik heb eigenlijk geen benen meer, anders kon ik... Ik dacht, wat gebeurt daar?
Oké, okay, mensen zijn nu al binnen aan het gaan. Dus dat betekent één ding dat ik zelfs ook ergens naar binnen moet. Is in twee bellen. Ik kan een bel mee naar huis nemen. En die gebruiken als deurbel. Dat is ook een leuke. Oh, maar ik heb al een blast furnace. Nou, weet je wat? Ik ga dit eventjes... Hier vliegt een vlieg. Ik ga dit eventjes mijn huis maken. En ik ga hier gewoon eventjes gaan slapen. Want ik wil niet in een village rondlopen. Maar, oh, maar wacht. Als ik nu dood ga, dat staat mijn spawnpunt hier. Oef. Daar moet ik mee opletten. Denk ik nu pas aan. Maar ja, kijk eens aan. Hoppa, de dag is weer... Hallo, wat heeft u? Ah, daar kan ik niks van gebruiken. Oh, patatjes. Kijk eens aan. Appels, dat is ook heel handig. En een veer. Daar kan je pijl en boog mee maken, volgens mij. Ja. Nieuw recept, hè? Wacht, kan ik nu wel een campfire maken, of wat? Ah, ik kan een looming table maken. Oh, dat is wel handig. Dat moet ik onthouden, dat ik een looming table kan maken. Ik moet een crafting table hebben, anders kan ik niks. Oh, een mini-villager, hallo. Mag je wel naar buiten? Oh, sluit gewoon de deur achter me dicht. Is het niet? Nee, dit is geen vissershut. Ik dacht dat dit een vissershut was. Daarachter zie ik wel een hutje. Oké, ook weer niks in. Dat hutje staat echt gewoon in niemand zit al. Dat staat hier gewoon te staan. Ook weer niks. Ah! Die is echt van links naar rechts aan het gaan. Ben ik het huisje binnengegaan? Ah ja, was ik binnengegaan. Sorry, vergeten. Hier heb ik in geslapen. Hierachter zijn natuurlijk nog een hele hoop andere huisjes. En nog een hele hoop andere huisjes. Er is maar één huis nog. Ah, dat is jammer. Ook geen kist. Maar, dat zijn patatjes. Dat is gewoon... Wow, waarom heb ik... Eigenlijk, hè... Kan ik niet gewoon een composter meepakken? Ik weet, ik kan dat ook zelf maken, maar is dat beetroot? Yes, dat is beetroot. Oké, okay, dus ik heb beetroot, ik heb patatten. Nu wil ik eigenlijk nog wortels hebben. Ja, en wortels. Oké. Okay. Huppa. Oké, okay, ik ga niet alles meepakken. Maar als ik één farmpje doe, maakt dat dan wel uit? Ik heb me niet zeggen, oké, okay, dat was nog beetroot. Ik dacht al. Heb ik amper beetroot of zo? Oh, wat? Die kan van 6 leer kan die u 1 emerald geven. Dat is op zich wel goed. Hier hebben we de farmer. Nee, daar heb ik niks meer. Is dit een novice? Die kan niet trainen natuurlijk. Die is veel te lui, die gast. Die wil gewoon niet geen werk hebben. Dit moet dan de kerk zijn van het dorp. Leuke kerk. Jammer genoeg geen cactussen of zo hier in deze village. Ja, dan moet je al meer naar het... meer een dinges vinden. Een hoe noemt dat? Woestijn. Wauw. Daar heb ik letterlijk een minuut over moeten nadenken. Over het woord woestijn. Oeh, een paard. Oh, dat is... Ja, oké, okay, sorry. Ik kan u juist niet meenemen. Ik heb geen zadel. Ik moet eens een zadel hebben. En we zijn weer terug te huis. Lalilalila. Lila. Boom, boom, boom. Kijk eens aan. Mooi, mooi, mooi. Dat betekent dat ik eigenlijk in de grote video... Dus in de video waar ik met iemand anders meespeel... Dan dan kunnen we eigenlijk een heel veel echt beginnen met een goede farm. Het enige wat ik niet heb is meloen. Dan moet ik eens eigenlijk gaan kijken. Ik heb geen meloen, ja. Dat denk ik nu pas aan. We hebben appels, veren, leren tunic waar ik niks mee ben. Een brouwstandaard en we hebben ook al ketels. Dus die ketels, de eentje daar. Brouwstandaard ga ik even hier zetten. Ik weet het staat rommelig. Ik moet dat opruimen. Ik heb ook 7 hooibalen meegebracht. En we hebben onze composter. Dus die composter, die ga ik wel al eventjes hier buiten bijzetten. Want daar kan je massaal veel items in steken. Dus dat is wel extreem goed voor jou. Eigenlijk soort van rommel. Ik ga die tijdelijk hier zetten. Want ik moet even opzoeken. Kijk wat je er allemaal kunt indoen. Je kan deze items hier allemaal indoen. Het grasblok, hè? Ik dacht al, dat kan toch niet? Grasblok? Hè? Dat denk ik dat niet klopt. Maar ja, je kan dus heel veel dingen hier indoen en dan krijg je beendermeel. Aan de ene kant vraag je misschien af waarom. Maar bijvoorbeeld bloemen en ferns is wel een heel handig om erin te steken. Sea pickles waar je niks echt mee bent. Vines, tall grass is eigenlijk allemaal wel handig dat je die dingen daar kunt insteken. Dus die ga ik zeker en vast hier laten staan om dan een beetje te composteren. Dus dat is wel extreem handig. En ik ga ondertussen ook wat brood eten, want anders gaat dat ervoor zorgen dat ik maar constant moet gaan eten. Dus we hebben eigenlijk maar 2 dingetjes gedaan van wat ik oorspronkelijk volledig had gepland. Van de 5 dingen die ik wou doen. Nu ja, de cactussen kan ik niet echt gaan vinden, want dat gaat een beetje te moeilijk worden. Dus ik wil eventjes kijken. Ik heb nog een tweede bed. Ik ga die eventjes een tweede bed hier langs zetten. Ook nog 2 witte juist. Perfect.
Ik ben eventjes in een testwereld gekomen. Dit is eigenlijk een testwereld, niet van mij. Dit is van Mumbo Jumbo. Hij is een fantastische developer in Redstone en ik hou van zijn video's. En ik heb eigenlijk een paar van zijn dingetjes overgenomen en een klein beetje verbeterd. Want ja, misschien dit ga ik later ooit ook willen bouwen. Dit is eigenlijk een systeem dat je toelaat om heel makkelijk gewoon een emmer water te nemen. En hij ziet dat en hij vult jouw water terug bij. Dus je kan hier water blijven nemen vanuit een kleine bron. Fantastisch chic hoe dat werkt eigenlijk. Maar ik wil eigenlijk ook een vulbak maken. Gewoon, je dropt je spullen hierin en het wordt verbrand. Ik denk dat ik dat toch nog eventjes niet ga doen. Ik wou het hierachter gaan doen, maar ik ga het toch niet gaan doen. Wow, ik kom eventjes tussen. Hier ben ik dan, Jens vanuit de toekomst. Eigenlijk gewoon een dag later. Ja, het is misschien een beetje raar, maar dit stukje is... Haas, GSM! Dit stukje zit gewoon random tussen de rest van de video. En dat komt omdat ik dit op een andere dag opnam. Ik had de hele video bewerkt en toen ik de video aan het maken was, had ik zoiets van... Eigenlijk is de video net ietsjes te kort. En ik had toen gisteren ook niet meer zoveel zin. Maar wat ik eigenlijk wil doen, is toch de vuilbak gaan maken. Dus deze vuilbak, ik weet het is een beetje onnozel om eigenlijk dat te maken. Maar ik heb er gewoon zin in. Dus wat ik wil doen, is die vuilbak gaan maken. En waar ik hem wil zetten op dit moment... Ja, nogmaals, ik wil eventjes bijzeggen, dit is niet mijn huis van nu. Dit is een tijdelijk huis. Het gaat namelijk dus mijn hele grot, weet ik veel, nog wat worden. Maar ik wil dus hier dat heel systeem gaan maken. Het is niet zo heel moeilijk. Dus het eerste wat ik nodig heb, is een kist. Dus ik ga sowieso... Oh, wacht, ik heb 3 kisten nodig. Dat is unos, dat is dos, dat is tres. Ik heb 3 kisten nodig, dus dat is dat. Ik heb ook wat ijzer nodig, dus ik heb redelijk wat ijzer nodig om natuurlijk het volgende te kunnen maken. Een hopper. 2 hoppers. Kijk eens aan, ik heb 2 hoppers nodig, dus dat kan ook terug weggestoken. Dus 2 hoppers heb ik nodig. En dan ben ik eventjes gaan spieken op mijn spiekblad. Dus wat heb ik nog nodig? Ik heb een dropper nodig. Oké, hoe maken we weer een dropper? Wauw. Een dropper maak je dus poepsimpel. Oké, dus dat ga ik ook eventjes maken. Een dropper heb ik ook nodig om de spullen weg te kunnen gooien. Dus we gaan eventjes ook een droppertje maken. Hoppa, kijk eens aan. Een dropper. Heel simpel. Redstone kan ik bijhouden, want ik heb namelijk 1 redstone repeater nodig. Dus ik heb een repeater. Voor een repeater heb ik natuurlijk redstone torches nodig. Dus ik ga 2 redstone fakkels maken. Ik wil graag nog een redstone fakkel. En daarvan kan ik normaal gezien een repeater maken met steen. Ik heb nog ergens steen. Drie steen, kijk eens aan. Dat komt wel heel goed uit. Alsof ik het wist. Een repeater. En natuurlijk heb ik ook een comparator nodig, want ik wil nakijken als dat werkt. En daarvoor heb ik nog 3 steen nodig en 3 redstone fakkels. Oké, ik heb geen steen. Dus ik ga... Normaal gaat deze veel sneller om steen te bakken. Of is dat... Niet de blast furnace. Oh, dat is jammer. Dus ja, 3 steen doen we daarin. Ik heb 1 netherkwartje nodig om dat ook weer klaar te krijgen. En ik heb 3 fakkels nodig. Dus we gaan eventjes wat stokjes maken. Stokjes, 1, 2, 3. 1, 2, 3. En dan hebben we dat ook weer. En dan eenmaal als de steen klaar is, kunnen we redstone comparator maken. En dan heb ik eigenlijk al alles. Er zijn er nog een paar dingetjes. Ja, ik kan eigenlijk ook de trapdoors maken. Dus dat kan ik eventueel ook nog doen. Ja, heb ik nog trapdoors? Nee, ik heb geen trapdoors. Wacht, daar heb ik 6 blokjes voor nodig. Oepsie. Dus we gaan de trapdoors maken. Dan heb ik er in 1 keer genoeg voor andere keren. Eventueel, je weet maar nooit. En een paar steentjes. 3 stenen is ook gedaan. Dus we hebben de comparator. Ik ben zo blij met die update van dat boekje. En ik heb ook straks lava nodig, die ik hier heb gestoken. Maar daar ga ik wel nog eventjes mee wachten. Want ik vind dat vrij gevaarlijk om dat nu al te doen. Dus ik wil hier die kist hebben. En, wow, grotgeluiden. Dus deze ga ik eventjes gaan verplaatsen. Die ga ik hier in de hoek zetten. Die ga ik tijdelijk in de kist steken, want die heb ik eigenlijk allemaal eventjes niet nodig. Dus dat ga ik eventjes allemaal wegdoen. Oké, dit gaat dan... Of kan ik dan de kist niet beter daar zetten? Hier staat die zo raar. Of, wat ik ook kan doen, is deze hier zetten en dan gewoon slabs gaan gebruiken en die dan iets beter... Ja, dat kan ik misschien beter doen. Ja, dan ga ik die hier in de muur
achter gaan bouwen. Oké, ja, dat kan ik doen. Dus ik ga dat op die manier doen. En dan kunnen we hier verder gaan bouwen. En dan moet hier ook nog een stukje uitgegraven worden. Kijk, samen zijn onze eigen grot een beetje aan het vergroten. Aan het vergroten. Ha, ha, grappig. Ja, oké. En dan heb ik hier natuurlijk onze dropper nodig. Want onze dropper gaat onze spullen gaan... Want onze dropper gaat hier onze spullen gaan droppen. Dus die moet hier staan. Ik kan dat niet meer uit nu. Slim. En dan moeten we onze trechters hebben. Die ga ik ook eventjes uitgraven. En onze trechters, die... moeten hier allebei in. Dus kijk eens aan, die moeten naar daar. En dan kan ik ons systeem maken. Hey, maar wacht eens, wat ben ik aan het doen? Oh nee, ja, dat klopt. Ik dacht al, ben ik helemaal verkeerd bezig? Nee, helemaal niet. Ik ben goed bezig. Dus die muur moet ik ook nog eventjes weghalen. Zodat we hierachter ook nog kunnen werken. En dan hieronder door moet ik ook nog weghalen. Oh, het is kapot. Dat is minder. Gelukkig heb ik een voorraadje. Dat is toch altijd handig om gewoon dingen bij je te hebben. Oké, kijk eens aan. Dus, onze redstone comparator gaat kijken als er items in onze dropper zitten. Zitten er items in, dan moet hij namelijk ons heel redstone systeem gaan updaten. Om dat redstone systeem te gaan updaten... Sorry, berichtje van mijn papa. Oké, dat aan de zijkant. Dus, om dit te kunnen gaan updaten of onze volledige klok te kunnen gaan maken, moet ik wel een kloksysteem hebben. Dus, onze redstone repeater... Oh, ik heb nog altijd die leren toen ik in mijn inventaris zit. Die gaat hier komen. Die heeft geen vertraging nodig en gaat natuurlijk in onze klok komen. Maar, om onze klok werkend te gaan maken, hebben we nog natuurlijk andere dingetjes nodig. Dus, we gaan eventjes hier gaan uitgraven. Want, ik moet normaal gezien eventjes nadenken. Als we... eventjes kijken en nadenken. Als we hier dat nog weghalen, dan zou ik hier redstone kunnen zetten. En zou dit niet eigenlijk al moeten werken? Oh, ja, natuurlijk gaat dat nog niet werken. Want deze krijgt geen update. Nou, natuurlijk. Die moet hier bovenop staan. En dan moet hier bovenop ook nog redstone komen. Ja, de... Oh, ja. Wacht. Huh? Ik ga hierboven ook nog een blokje moeten plaatsen. Ja, oké. Nu zou het wel moeten werken. Dus hier zie je dat de redstone er al uit wordt gespuwd. Maar als we meerdere items hebben... Yay! Oké. Dus, dat werkt al. Dat betekent dat ik hier gewoon ons lava kan opzetten. Dus dit kan ik eigenlijk dichtmaken. Oh, dat had ik beter niet gedaan. We zetten hier een fakkel voor de veiligheid, zodat er geen monsters kunnen spawnen. Maar, dan kunnen we ons lava hier gaan inzetten. Dus, dat mag ook zo. En lava. Kijk eens aan. Onze lava, boom, hierin. En dan hebben we eigenlijk ons heel systeem. En dan kunnen we eigenlijk deze muur volledig dichtmaken. Maar ik wil wel zien als het echt volledig werkt. Dus dan kunnen we daar... ik heb toch die 13 cobblestone. Weet je wat, we doen eventjes de cobblestone hierin. En ja, kijk eens aan. Ons systeem werkt. Alles wordt lekker en mooi verbrand. Want dat hebben we toch niet nodig. En hup, dicht. En dan wil ik natuurlijk onze... ja, onze beetje afwerken. Dus, ik ga hier een trap doorzetten. Hier een trap. Godver... Hier een trap. Oh, hoe kan je dat nu te goed plaatsen? Oh ja, zo. En ik heb nog een trap door nodig. Godverdiepe... Och ja, waarom niet? Kijk eens aan. Hup, nog een trap door. Hier? Oh, nee. Nu moet ik speciaal deze blok nog weghalen. Puur om een trap door te plaatsen. En dan kan je hier eigenlijk bovenop ook nog eentje zetten. Maar die wil ik binnenkort wel gaan veranderen door een andere. Want dat is niet zo heel mooi om te zien. Dus, kijk eens aan, onze vuilbak. Totaal niet echt nodig, maar ik vind het fijn om te hebben. Terug naar de andere ik van een andere dag. Woe! Ja, oké. Okay. Ja. Wat ik dit moment eigenlijk nog wou doen, was eigenlijk deze mijnkar te goed afwerken. Maar daarvoor heb ik eigenlijk cactussen nodig. En voor dat heb ik goud nodig. En voor goud moet ik gaan minen. En ja, ik ben al 35 minuutjes bezig. Ik ben al redelijk lang bezig voor in de week, vind ik, van mijn eigen. Dus ik ga daar denk ik niet verder meer op ingaan. Dus ik ga dat eventjes gaan laten. Hier hebben we ondertussen 29 stukjes van. Dus dat ga ik lekker laten doen. En ik denk dat ik het hierbij ga laten. Het zal een ietsjes kortere video zijn, maar we hebben op zich toch weer terug wat vooruitgang geboekt in dit half uurtje. We hebben deze hier achter afgemaakt. We zijn helemaal naar de village geweest, waardoor dat ik in de volgende video kan gaan beginnen samen met Kevin om gewoon een farm, volledige farm te kunnen gaan aanmaken. Ik wil ook die vuilbak gaan maken en ik wil ook daar een cactus gaan vinden. Oh ja, en we moeten de minecart systeem afwerken. Dus ja, nog genoeg te doen voor in al de video's die gaan komen. Dus ik hoop dat jullie dit een hele fijne... Oh, pardon, ik heb pas gegeten. Oh, amai. Spaghetti komt er omhoog. Dus ik hoop dat jullie dit een hele fijne video volgen. Geef even dan dat duimpje mocht je doen. Raak een keer dat abonneerknopje aan. En vergeet
Even slikken. Zeker en vast niet dat bellicoontje een keertje aan te raken, want dan krijg je een notificatie wanneer dat er video's online komen. Maar mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!